Hoe zit het met dit cadeau? Wat is dit? Ik schrok met het... Je bent toch jarig, of niet? Nee, morgen! Na 4 dagen, jongens, eindelijk! Flinkie. Ik mag niet... Goed van Alex. Hey! Hey! Gefeliciteerd, jongen. Yeah! Laat eruit. Ah, goed hoor. Kijk eens even. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen. En leuk dat jullie kijken. En moet je eens even kijken hoe ik ben wakker geworden. Goed, er is iemand jarig vandaag. En dat ben ik. Dat ben ik. Waar zijn jullie al? Ja. Ik heb voor Willem gemaakt dit vandaag. Vincent. Ja. Het is je. Hij kwam eerst naar mijn kamer binnen. En toen dacht ik, oh shit, hij is er niet. Oh. Ik ga door naar Vincent. Oh. Ik heb het ontbijt voor Willem gemaakt. Maar goed, ik ben ook toevallig jarig. En kijk eens even, Ruud heeft een heel ontbijtje gemaakt. Wat een toppertje. Met een. Met een croissantje die ik net heb uitgeblazen, maar die kan je niet meer eten, want het is allemaal kaars, toch? Maar het was wel een leuk idee. Ja, toch? Mijn camera staat momenteel op mijn cadeau, maar ik heb geen idee of ik het nu al mag openmaken, hoe dat zit. Dus ik ga eventjes Niek bellen. Ik ga hem eventjes bellen. Hey! Hey! Hey, ik had een vraag. Ja. Hoe zit het met dit cadeau? Nou, jij zei dat ik vandaag eind van middag naar jou toe moest komen. Ja? Dan kom ik naar je toe uitpakken, ja? Oké, dus ik mag het nog niet uitpakken? Nee, ik wil er wel bij zijn, dat vind ik leuk. Oké, dan wacht ik nog even, ja? Ja, wacht ik nog eventjes. Oké, dan wacht ik nog even. Huh? Wat ga je nu doen? Ik ga zo even lunchen met mijn moeder en mijn pa en Ruud. Nou, gezellig. Ik ben nog even bij de burger aan het kloten met chill. Gezellig. Dan zie ik je zo. Oké. Oei, daar. Ah! Ik mag hem dus nog steeds niet openmaken. Nieke, die komt dus vanmiddag ook hierheen. En dan wil hij wil er graag bij zijn als ik hem ga openmaken. Snap ik ergens ook wel. Maar ik ga hem eventjes omkleden, want ik heb nu nog even gewoon mijn... meestal als ik gewoon mijn bed uitkom, doe ik even een makkelijke outfit aan, omdat ik dan lekker kan editen. Maar ik ga hem eventjes omkleden en dan gaan wij zo richting Amsterdam, want wij gaan gezellig met het gezin lekker lunchen voor mijn verjaardag. Want ik ben 22 jaar geworden, jongens. Potjandori. Het is natuurlijk mijn verjaardag vandaag, dus ik moet er wel een beetje verzorgd uitzien. Dus ik ga hem eventjes lekker scheren, jongens. Gisteren heb ik een filmpje gedeeld, waarin wij in de studio zijn en wat is er gebeurd hebben gemaakt. En daarbij was ook de sound online gekomen op TikTok. En iedereen die vroeg massaal, wanneer komt wat is er gebeurd nou uit? En ik weet nu op dit moment 100% zeker wanneer die uitkomt, jongens. Het is niet meer ergens in februari of ergens in maart. Ik weet het. En ik ben vandaag jarig, dus wie jarig is, trakteert. Dames en heren, jongens en meisjes, wat is er gebeurd is 3 maart overal te beluisteren op Spotify, iTunes, Apple Music. Dus zet het in je agenda, jongens. 3 maart. En wat heb ik er zin in. Ik vind het zo chill dat ik dit eindelijk tegen jullie kan vertellen. Want er zijn heel veel mensen geweest die elke keer vroegen van... Wanneer ga je het nou uitbrengen? En het duurt allemaal te lang. En ik snap dat het heel frustrerend kan zijn. Dat als jij, dat heb ik zelf ook. Als er bijvoorbeeld een nummer van Justin Bieber of van Kid Leroy of zo al heel lang op TikTok rondgaat. Dan ben ik ook de hele tijd aan het achterhalen. Wanneer komt die nou uit? Dus bij deze, jongens. 3 maart. Ga ook eventjes naar TikTok. Maak een leuke video met de sound van wat is er gebeurd. Want ik ga alles checken. Ik ga op leuke TikToks reageren. Dus ga naar TikTok en maak een video met wat is er gebeurd. Zou ik heel erg leuk vinden. Het is tijd! Ja, zo, ik heb een banaan. Ik stukte bijna met mijn naam. Je hebt geen intro gedaan. Je mag natuurlijk eigenlijk helemaal niet eten. Waarom niet? Je mag eigenlijk helemaal niet praten met de mond vol. Hoezo ga je een banaan eten als we gaan lunchen? Ik wil toch gewoon even wat vitamintjes. Wil je een bonnetje? Nee, dank je. Dat is voor je cadeau. Maar wat Ruben zegt... Als je dit bolletje ziet, weet je wat je cadeau is. Helemaal niet. Dat klopt. Je liegt. Ja, dat is waar. Maar goed, wat Ruben zegt, wij gaan inderdaad gezellig lunchen. Waar gingen we eten? Jij wist het bij? Barbout. Barbout? Ik ken het niet, Barbout. Ken jij de Barbout? Ik ben er nooit geweest, nee. Ja, papa zei dat het leuk was. Hij papa zei dat Barbout leuk was. Of is hij er nog nooit geweest? Oh, hij is wel een keer geweest. Oh. Maar goed, wij gaan dus richting Amsterdam. En gezellig, met het gezin. Lunchen! Voor mijn verjaardag! Want ik ben 22 jaar geworden vandaag. Is niet te zien, hè? Ik ben vandaag 22 jaar geworden. Daar zijn we, jongens. Barbout. Ik ken het niet, maar het ziet er leuk uit. Kijk eens even, wat gezellig. Wat een verrassing. Gezellig, hè? Lekker lunchen voor mijn verjaardag met het gezin. Helemaal leuk. Ik ben 22. Ja, ik zag foto. Ja. 22. Ja, 22. Goed hoor. Goed, hè? Ik denk, dan komt het eindelijk uit. Moet je altijd zelf foto's. Ja, daarom dacht ik ook. Ik weet niet wat het is, maar ik doe altijd zo op een foto. Dus ik doe ik er nu 22. Papa heeft dit uitgekozen, hè?
Goed hoor, meneer. Weet je wel wat type jongen? Zo, kijk eens even. Wat een broodje. Dankjewel. Champignons erop. Okay. Dus alleen geen champignons. Nee, gewoon eten vinden. Niet zo stom. Je bent nu 22 in je mond. Oh, is lekker, dan wil ik ze wel. Hoor. En? Lekker? Ja, is wel lekker. Ziet er goed uit. Nou, eet smakelijk, hè? Smakelijk. Bubbels? Ja, bubbels. Even een bubbeltje. Wij hebben lekker geluncht, jongens. Wat voel ik me? Ik voel me helemaal jarig. Lekker, ja. Ik voel me helemaal jarig. Mama nog steeds op krukken. Maar het ziet er al wel elegant uit, mam. Mooi. Dankjewel, lief schat. Veel plezier vanavond. Komt goed, was gezellig. Dag, dag. Zo, jongens. Hatsie, we gaan weer even de auto in. En aangezien er vanavond mensen komen en we even een drankje gaan doen, is het misschien wel handig als ik ook even wat ga halen. Zullen we even langs een iets rijden? Een Sligro of zo? Nou, weet ik niet. Zullen we eerst even lekker naar huis gaan? Ja, kan ook, maar we zitten nu toch al in de auto, anders moet je straks weer uit. Ik weet niet of jullie het nog weten, maar toen ik met Ella in Parijs was, had ik dus deze schoenen gekocht. Alleen kijk, er zitten nu best wel. Oh, kijk, er zitten nu best wel veel vlekken op. Maar ik vraag me af, kan je dit naar de stomerij brengen of zo? Het is een, zeg maar, het is een schoen van Suède. Weet één van jullie misschien of je dat nog goed kan schoonmaken? Want die vlekken die er nu op zitten, die gaan er niet meer uit. Het is echt super vervelend. Super. Echt super vervelend. Ik denk dat als ik ooit een rol krijg als student, dat ik dat echt goed kan. En maar gast, serieus ouwe. Nee, maar serieus, kom, we gaan even wat bier zuipen met z'n allen. Ik ben er echt goed in. Ik ben sowieso goed in imitaties doen van verschillende. Doe eens een kip na. Nee, maar gewoon imitaties van bijvoorbeeld de Rotterdammer. Dat is zo, gewoon, gaat ook gewoon zo makkelijk. Gewoon een beetje, of net als een beetje plat. Dat is de Hoek van Holland, toch? Ik weet niet. Beetje Rotterdams, beetje zo plat praten zo. Beetje als Nick Brussé, beetje zo. Nick Brussé, beetje zo plat praten zo. Wat is dit? Ik schrok me de... Je bent toch jarig, of niet? Nee, morgen! Nee. Hé, ik had het echt niet verwacht. Wat doe jij hier? Hey! Hoi! Hey! Flikkert! Hey jongen, wat is dit? Ik dacht dat jij als in de avond kwam. Oh mijn god, die confetti! Zo, ik schrok me... Oh, ik pak dit op grond. We gaan echt in morgen. Zo! Jongens, wat leuk! Gefeliciteerd, jongen! Dankjewel! Je ziet er een stuk ouder uit. Ja, oude god. Auw. Hé. Gefeliciteerd. Jezus, wat is hier allemaal gebeurd? Wat is er gebeurd? Nou, wat is dit allemaal? Wat heb je nou gedaan? Zo, what the fuck? Ja. Zo. Maar is hij 2 geworden of 22? Ja. Ik ben 2. Hé? Ja. Kijk nou, allemaal buiten nog dingen opgehangen. Dit is je verjaardag. Hey, hey, verjaardag. Dat is allemaal voorbij. Wat leuk, jongens. We hebben al je vrienden gevraagd om te komen. Ja, ik zie het, ik zie het. Kijk nou even, jongens. Ik kom hier binnen, de hele woonkamer helemaal leuk versierd. Weg jij, ik ben jarig. Ik ben jarig, ik ben jarig. Nou, gezellig, jongens. Ik dacht, ik kom hier straks thuis, dan ga ik even gelijk. Oh, wist jij dit trouwens? Nee, man. Jawel, jij wist het wel. Tuurlijk. Ik zei nog, moet ik nog even langs de winkels even wat drank gaan halen? Zeg Ruben, nou, laten we eerst maar even naar huis gaan. Goed geregeld, zeg. Nee. Kijk nou even, ze hebben zelf een taart voor me gehaald. Willen ze wel of willen ze niet, zeg maar? Ik moet wel zeggen, jongens, ik vind het echt heel leuk. Oké. Okay. Want ik had verwacht eigenlijk dat ik hier aan zou komen, dat ik weer... Dat ik was de dag nog wel, wat ga ik eigenlijk doen op de hele dag voordat de mensen komen? Ja! Ja, maar dit vind ik gezellig. Vorig jaar waren we lang zal die leven, lang zal die leven. Moet je uitblazen? In de gloria, in de gloria. Yeah. Yeah. Wel in één keer. Knap hoor. Ja, knap. Heb je vaker gedaan. Ja, lekker blazen. Kan u dat schijt er maar uit? Ja. Gaat hier even een keer om mij? Ik ben een keer jarig. Hoezo? Ga je nu maar nog een keer? Voor mij hoorde dit al de hele dag. Maar jullie hebben het al een hele dag. Ik ga het repetities. Ja, het is dus jarig denk ik wel, maar eigenlijk doen we het nog niet aan mee. Ik zei voor de grap tegen El, ik wil eigenlijk al, dat iedereen die op mijn verjaardag komt moet een hoedje op. Een kinderpartijtje. Ja, leuk toch? En je moet deze op ook. Wat is dat? Oude zak. Hier. Schat, ik ben 22 geworden. Die moet je op je balzak plakken. Ga naar buiten. Ik spring naar beneden. Ik hoef niet, kom maar. Oh. En er zijn nog meer cadeautjes bijgezet. Nee, niet weer dat nummer. Nee, rustig. Ze mag die niet uitpakken als je wil. Nee!
vanochtend nog even een businessmannetje belletje van Luc gekregen. En ik ben er een mailtje zuur naar. Ik dacht, jij bel me voor 20 euro. Begin met de goud, hoor. Ja, die goud is niet goed. Nee, ik weet wat je gaat doen. Je gaat dit doen. Is dit jouw cadeau wel? Ja, en van mijn ouders. Cadeau. En van je ouders? Nou, dat is zeker wel een autosleutel. Lieve Vincent, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Maak er een goed feestje van. Dikke kus van ons, Pim en Barbara en Ella. Dank u wel. Ik denk niet dat je publiek zeg maar dit heel erg waardeert. Wil je even je kop houden? Het gaat wederom niet over jou vandaag. Wat is het? Een kwani? Wat is kwani? Is dit een melkschuimer? Ja. Nee. Een melkschuimer? Dit is serieus chill, jongen. Maar voor je eigen melk? Of? Niek, wederom, het gaat niet over jou vandaag. Wil even je mond houden? Sorry, even, Niek wil daar aandacht kappen. Nee, maar even serieus. Wim, dit is fucking chill. Ja, ik drink geen cappuccino. Ik heb nog een vraag. Hoe oud is die geworden? Hey. Hoe oud ben je geworden? Oh, hij is wel mooi. 22. Hey. Oh, het is wel lekker. Cappuccino in de ochtend. Dank u wel. Oh, ik ben hier oprecht echt blij mee. Ik ga zo gelijk even proberen. Is deze ook van jou? Ja. Melk! Kijk, dat vind ik eigenlijk een leuke idee, hè? Melk. Lang lekker melk! Lang lekker, is dit Lang lekker nou? Lang! Dat is wel handig, dan kan ik het zo gelijk proberen. Ja. En nu het godverdomme cadeau. Ja, ik fucking vier dagen op aan het wachten ben. En ik vind het nu al eigenlijk vervelend dat je aan het filmen bent. Want als het niet aan het filmen is, dan betekent het altijd dat het of iets raars is. Maar hoe lang zou deze doos al in je woonkamer? Echt wel vier dagen, ik word helemaal zat van. Denk even na, wat wil je nou al heel lang hebben? Nou, ik neem aan dat er geen kat in zit. Loekie, kom er maar uit! Is het een katpaal? Happy birthday. Chillste muziek. Hey. Beste meneer Visser, gefeliciteerd met je 22e verjaardag. Ik hoop dat je blij mee bent. Dit super cadeau. En we hebben er een aantal mensen mee betaald. Wat? Een aantal mensen meebetaald, die krijg je van mij, te horen. Dat het een mooi jaar voor je mag worden. Groetjes Miek. Dat is een goede buurman. Nou, dat vind ik leuk. Oké, maar nu moet je ook wel vertellen met wie. Ga ik hem eerst uitpakken? Nee, eerst uitpakken. Woe! Na vier dagen, jongens, eindelijk. Staat hier Bold Monkey. Oh. Weet je wat het is met een cadeau met jou? Ik weet het dus gewoon bij jou altijd nooit of ik het zeg maar... Ik vind het altijd bij jou gewoon een verrassing. Dat is de hele reden. Ja, maar bij jou weet je nooit of het kut zit of zo. Waarom zit iedereen te lachen? Ik zit helemaal niet te lachen. Ja, maar Ruben zit ook met zo'n smel zo... Ja, omdat het... Wij vinden het zo leuk. Vind je hebt een feesthoedje op, dat ziet er grappig uit. Hier, blond erbij. Wow! Wat is het? Wat is een Coca-Cola? Coca-Cola! Dat vind je toch fijn? Kijk, je hebt zelfs een koelkast van Coca-Cola. Ja. Waar hou je van? Hoeveel flessen zitten er dan in? Nee, 6 flessen! Er zit een blauwe envelop in. Tot nu toe 6 flessen Coca-Cola en een blauwe envelop. Ik vind het een heel leuk cadeau. Ik vind dit... Congratulations, helaas. Je bent gefopt. Maar ik weet zeker dat als jij... je kamer op gaat ruimen dat je misschien nog wel iets tegenkomt. Ik wist al dat als Miek een cadeau voor mij bedacht dat vier dagen in mijn woonkamer zet, dat het iets raars is. Ik kan het heel veel opnieuw, ik heb het niet gefilmd. Er zit niemand in, jezus. Er is niks. Stripper, Roxy. En misschien kom je dan wel wat tegen. Helemaal. Nee, dat is het niet. Wat zit hieronder? Er zijn ballonnen. Zijn het allemaal ballonnen? Lijkt er wel, toch? Nee joh, dat zijn toch geen ballonnen? Ja, dat zijn allemaal ballonnen. Nou, wie doet het daar nou leggen? Oh, wat een troep. Wat een troep. Oh, maar je kamer was toch wel heel netjes. Nu is het wel een troep. Je denkt dat het iets is wat je... Wat nee, is dat dit? Dat is heel gisteravond. Ik maak er alleen maar meer een troep van. Er wordt een heel spel van gemaakt. Oké, mag ik een tip? Je hebt het nog niet gevonden. Sneak. Ben ik daar? Ik ben daar nog niet geweest. Ik zie hem! Ja! Oh, je hebt hem!
Ik heb hem gevonden. Ben je blij dat je hem gevonden hebt, Vincent? Als je even wacht. Oh, TC, jawel. Ella, kom maar even in beeld. Kom maar even in beeld. Dat was even schrikken, hè? Een hele week gewacht tot je de doos open mocht maken. Zit er niks in. Maar, wees niet getreurd, lieve vistent. Hopelijk is je kamer nu meer opgeruimd. Maar je zal, bent geschreven? Ja. Er is een reden waarom dit cadeau in je slaapkamer ligt. Deze teddybeer heeft nu nog een slappe pipi. Maar, wat? Kijk maar naar de pipi van de teddybeer. Ja, oh, jij hebt een pipi getekend? Ja. Maak ze snel open en geniet van deze geile dag. En nu, de zoektocht gaat verder. Het ligt in de woonkamer. Het is breekbaar. Het is een hele speurtocht, joh. Ik weet niet, wat is dit? Het heeft sowieso weer iets met seks te maken. Wat is dit allemaal? Een luchtdrukvibrator. Wat heb jij allemaal gekocht? Oké, dus het is gewoon een heel sekspakket. Ja, een heel sekspakket voor Vincent en Ella! Maar nu moet ik dus naar de woonkamer door. Ja. Oké, dus hier moet nu weer wat zijn wat breekbaar is. Ja. Oké, ga maar zoeken. Maar moet ik dan zeg maar voorzichtig zoeken als je zegt het is breekbaar? Nee, je hoeft niet voorzichtig te zoeken. Pas op. Ik zag het. Uit de koffie. Pas op. Ik zag het al. Oh. Daar zijn we weer. Goed gevonden. Compliment, je bent zo getalenteerd. Maak muziek, kan editen, fotograferen, tunes maken, zingen, karten. Waar komt die opeens vandaan? Kan je toch? Oké. Cadeau is van Willem, Ella, Ruben en Niek. Ik zag trouwens nog iets geks in je studio liggen, maar ik weet niet zeker. Oh! Jullie hebben een hele speurtocht gemaakt. Maar dit ga ik sowieso dik vinden als dit een schilderij of zoiets is, of iets van kunst. Is dit van het wat jij in je kamer hebt staan, in je woonkamer? Je kan het ook gewoon openmaken. Ja. Oké, weet je wat het nu is? Of het is iets moois, of het is bijvoorbeeld een foto van Nick's lul of zo. Ook leuk. Dat is toch juist het mooiste wat je kan krijgen, hè? En? Wat is het? Sorry, not sorry. Hey! Dit is wel dik. Kijk, jongens, dit is perfect. Dit kan dan hier. Kijk, dit is mooi. Dit is serieus wel echt een goed cadeau. Ik had dit wel echt nodig. Ja! Yeah. My friend. Volgens het briefje zou er misschien nog wat in je... Maar dat weet ik niet zeker, man. Ja, maar jij, iemand zag toevallig wat in de studio liggen nog. Nee, dat stond op het kaartje. Kijk daar eens op. Er staat... Vincent, dit is je verjaardag. Dit is de laatste. Nee, is lees eens goed. Oh, is dit de laatste? Ja, ik ben echt heel dyslectisch. Jezus. Heel lang briefje. Dus ik ga die even lezen. Je leven zal beter worden en het origineel gaat terug naar zijn eigenaar. Oké. Een statief! Ja! Een statief! Oh, dit is ook weer zo'n top cadeau, aangezien ik zeg maar nu het statief... Waar de fuck is mijn statief? Ook weer zo'n goed cadeau. Koe plus hak. Kijk hè. Koe. Ja. Oké, koe plus hak. Oh, koelkast. Is het koelkast? Min R, ja, koelkast. Je hebt toch de L van Laars en dan de A van Laars, eerste A is een K. Koelkast. Dus dat klopt wel. Hey! Jammer! Yeah, yeah. Oh, ja. Oké, op de helft. Even ademen en weer door. Mooi. Zo. Flinkie. Blijf ademen. Nee, bijna! Net niet! Bijna, door. Wil je een kusje, schat? Maar even lekker door. Maar even ja! Nee, ga maar lekker door. Hey. Verjaardagsontgroening, soort van. Nou jongens, dat was de speurtocht. Het was heftig, maar het is gelukt. Maar kijk eens jongens, dit is wel echt een heel vet schilderij. Sorry not sorry. Die gaan we hier ophangen. Het wordt echt dik. Wie heeft die uitgezocht? Nee, met z'n allen thuis. Ja. Niek heeft drie opties gegeven en wij mochten dan een beetje kiezen van wat wij... Ja, van leuk geregeld. Ik heb alleen nu wel buikpijn van die Smirnoff IJs, maar... Ja, dat is Ella's idee. Ja, tuurlijk. Dat is idee. Echt? Dat is echt jouw idee? Ja, tuurlijk. Ik heb vanavond een dubbelplug in die rechter.
Wat zeg jij nou, maat? Ja, ja, Willem. Ja, ja, Willem is, Willem is gestapt. Zie je over de vriendin van Nee, ik heb het over de T-spec. Oh, oké. Okay. Het ziet er wel trouwens echt zo gezellig uit als jullie zo kijken. Helemaal vol. In ons café. Wil jij lekker paard uitkijken? Zie je niet? Ja. Jongens, alsof er een bom is ontploft. Kijk nou even. Godzidori. Wij hebben even wat drank gehaald. Niet dat ik drink hoor, want ik ga niet drinken vanavond. Dat sowieso niet, maar we hebben wel drank gehaald. Oh ja, en de pingpong. Oh, de pingpongtafel. Hey. Dit is top. De pingpongtafel staat er weer. Echt alsof er een bom is ontploft hier. Maar wel gezellig. Als het goed is, komt er nu... Yo. Yo. Fawaka. Er komt nu een Porsche 911. Ja, Danny is er, jongens. Wat gezellig. Ik hoor hem al aan. Met zijn Porsche. Ik heb zijn Porsche nog nooit rijdend gezien. Ik heb ook nog nooit ingezeten. Nou, ik denk echt dat jouw volger daar al heel op zit te wachten deze Ja, content. Is dat zo? Hey, Danny! Hey! Oh, hij blijft wel echt fucking dik. Jezus. Kijk die achterkant. Ik heb nog nooit rijdend gezien, broer. Grappig, hè? Hallo! Hey, Dennert! Maatje! Hey broeder, je kan hem op 1 zetten. Waar is dat? Dat is gewoon helemaal daar. Waar is dat? Ja, helemaal daar aan de achterkant. Waar? Doe even gas, gassen! Wat een feest, hè, Dan? En ben je 21 worden, Ben? Oh, ja. Hello. Kijk jongens, Ruben en Danny hebben even Red Cups gehaald. Dat is belangrijk, want de pingpongtafel staat buiten. Dan kunnen we lekker Bako-pong spelen. Kijk eens even wat ik van Danny heb gekregen. Hey. Gezellig. Een mooi wit shirtje. Had je had een tip gegeven, hè? Ik had een tip gegeven. Ik zei vandaag... Ja, ik heb geen witte shirts, zei je. Ik zat in mijn kast te kijken en ik zei, ik heb gewoon geen mooie witte shirts meer, dus... Maar, voorzichtig wassen. Zeg maar niet met alles erbij, dat een ander kleurtje krijgt. Ja, maar ik kan zelf niet was doen. Ja, maar ik moet inderdaad wel even opletten met deze. Hij zit ook echt goed. Dus L? Dan, perfect cadeau! Goed? Ja. Goed. Ja, het boeit niet. Nee, laat hem maar even zitten. Moet jouw shirtje terugverdienen. Hij is porno aan het kijken. Hey, gekke party gaan hier, broeder. Hey. Van harte, bedankt. Kom verder, kom verder. Kom, er zit daar een gek jongetje. Hey. Ik hou de studio van Vincent in de gaten, want iemand moet over die dure spullen opletten. Op in de gaten houden dinges. Dus ik zorg dat niemand het niemand die aan zit. Huh? Jij ging toch ook niet drinken vanavond? Nee, ik heb ook nog geen slok genomen. Oh, ik ga ook... Serieus, echt, ik ga niet drinken. Claire, hij is nog helemaal vol. Ja, ik ga gewoon niet drinken vanavond. Ik ook niet. Ik 100% niet. Ik heb een feestmutsje weer op. Er wordt gewaar gebeld. Hey, motormuis. Kom binnen. Dankjewel, vriend. Goed, goed. Kom verder. Kijk eens even, jongens. Ik heb even lekker sushi besteld voor iedereen. Oh, lekker, hè? Ja. Zit je nou te... What the fuck? Nee, dit is niet voor mij. Dit is niet voor mij. Je zei dat ik niet zou drinken. Is er wasabi ergens? Ja, dat zit in de tas. What's up, babe? Wat heb je allemaal besteld? Kijk eens even voor de gezelligheid. Amy is ook bijgekomen. Hey, Amy. Hé. Weet je dat meisje die bij de munch... Ben ik niet hoor. Maar was ik niet. Oké. Okay. Of iemand anders. Oké. Okay. Oh, kijk eens even gezellig. Rika is er ook bij. Hey. Ben je klaar? Het past net. Ben je klaar? Hou je bek, jongen. Oh, toch. Ja, kom op, we waren aan het roddelen. Oh, oké. Okay. Ja. Over wie dan? Eet smakelijk. Ik mag niet. Goed van Alex. Het is alweer donker buiten en wij hebben gezellig met z'n allen bierpong hier gespeeld. En iedereen die zit gezellig hier. Binnen feest te vieren. Maar we gaan vanavond met z'n allen uit. We gaan waarschijnlijk naar Chin Chin of de Oliva. Geen idee waar we nog heen gaan. Hey! Gefeliciteerd met Vincent zijn verjaardag. Bedankt, met mijn verjaardag. Hij is nu... Ik ben 12. Hij is 22 lentes jong. Lentes. Wat ik net ook al zei, wij gaan met z'n allen uit. Dus we gaan een beetje opruimen hier. Want het is een beetje een zooitje. En dan gaan we lekker naar de stad, jongens. Dus de beelden die nog komen zijn op mijn telefoon. En anders dan zien jullie de auto in 3, 2, 1. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij zijn gisteren uit geweest en het was hartstikke gezellig. We waren redelijk op tijd thuis, vind ik. 2:30? 3 uur. Dus, wat? 4 uur. Maar ik heb niet gedronken. Sowieso niet. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie morgen om 6 uur bij een nieuwe video. Later!